Het verkavelingsbeleid van het ministerie van Openbare Werken zal worden aangepast. Dat zei minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken na verschillende presentaties te hebben gevolgd over de Public-Private Partnership, PPP. Zodra het besluit is goedgekeurd, zal het beleid worden aangepast. We komen met een nieuw beleid, een nieuw verkavelingsbeleid. Maar dat is tot nu toe nog onroerend gezet. Een van de belangrijke dingen is dat niet iedereen meer een verkavelaar gaat zijn. Dat is een van de belangrijke besluiten die genomen gaat worden. Precies zoals niet iedereen een arts is, gaat het ook voor verkavelaars gelden. Dus dan komt een hele manche, hele vernieuwing. Het is hard, maar dat gaat het worden. Ook verschillende vergunningen worden veranderd. Dus voor woningbouw, aanleg voor duikers, rioleringen, dat wordt allemaal vernieuwen allemaal. En wat je hebt gehoord, een beetje, volgende keer gaan we dieper op in dat er nieuwe spelers of weer spelers komen met deskundigheid. Dat betekent de rol van ingenieurs komt weer. Je gaat verplicht worden naar ingenieursbureaus te gaan en naar architectenbureaus of de andere consortia van mensen. De rol van aannemers, er zijn zoveel aannemers in Suriname, klein tot groot, die gaan weer ingezet worden. Minister Noor Mohammed geeft aan dat het PPP-project heel goed werkt. Het is de eerste framework voor de regering wat PPP-projecten betreft. En we hebben de opdracht gehad als ministerie met een aantal ministeries om de wet en regelgeving verder uit te gaan werken. De kader van vernieuwingen heeft te maken dat je herkent dat een deel wordt van het werk afgestoten naar het bedrijfsleven, particulieren, en een deel wordt de eigen weer een beetje overgehouden. Dat gaat de trend zijn bij het ministerie van Openbare Werken met alle beleidszaken en instructies. Maar dat betekent tegelijkertijd dat er heel veel nieuwe bedrijven opgezet moeten worden. Dus dat betekent dat er komt werkgelegenheid. Want als we alles afstoten, dan zijn de 5 ingenieursbureaus niet genoeg. En de 2 of 3 architectenbureaus niet genoeg. Dus hier is er ruimte dat wij aankondigen dat afgestudeerde, eventueel mensen uit de regio-experten, bureaus in consortia, de gelegenheid krijgen om het bedrijfjes op te zetten en standby te zijn voor het werk. Het Public-Private Partnership project zal ook meer werkgelegenheid scheppen. Op die manier wordt de gelegenheid geboden aan personen om bedrijven in bepaalde sectoren op te zetten.